Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat er geen spanningen zijn tussen de ABOP en PL. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De politicus stelt dat de ABOP en PL afzonderlijk de verkiezingen ingaan en niet samen zoals eerder is afgekondigd. Wat is gebeurd is dat we hebben afgesproken dat we afzonderlijk in die verkiezingen gaan. Dat is alleen gebeurd, maar voor de rest is er niks gebeurd. Verrast? Maar dat je weet het niet wat als hij verrast is. Als we afspraak hebben gemaakt van meneer, we hebben een hele jaar lang een partij proberen op te richten. Die partij is opgericht, ABOP PL. En als meneer Somohaja zegt van ik train niet uit die partij. Wat bedoeling was dat ABOP en PL zitten zou nemen in dat we die partij zouden laten slapen. En dat we in die nieuwe partij zouden gaan. Brunswijk geeft aan dat de bedoeling was dat de PL zou gaan slapen en de beide partijen als één door zouden gaan. Hij zegt dat is afgesproken dat de twee partijen weer bij elkaar komen na de verkiezingen van mei 2025.